Deze schoolbeen had de eer om te beginnen met de sloop van het oude Dwarp Soes. Nou ja, symbolisch dan, want een ploegje vrijwilligers had al flink aan het slopen west. Wat gebeuren? Het had maar een beetje droog waren dat je dan geldbouw had. Wat gezellig met mij nog. Hartstikke gezellig. Ja, baas nou, hè. En net een baas die naar je shot. Ga van neppen nodig. De voorkant van de Pieper Geel blijft staan en aan de achterkant komt een volslijn naar je zeel. Maar onder andere een inpandige theaterronde, speciaal voor de plaatselijke toneelvereniging. De toneelvereniging die had je toch voorstelling die elke jaar wel gauw een 3.000 of 4.000 mensen loopt. Dus ja, daar zit zeker potentie in. Net alleen voor het eigen dorp, maar voor de hele regio. De strijd om een Dwarp Soes zat lang door. Ze waren het flink duurder en woede de gemeente net met extra geld toe de brengen gekomen. Uiteindelijk lukt ze dwarp on het langstein. Het hele project kost het maar liefst €840.000. Een heel bedrag voor een dwarp met zo'n 1500 inwoners. En dat in de tijd van krimp en crisis. Ik denk juist in tijd als deze moet je in wichtige voorzieningen van Dwarp Lika als een doarpshûs moet je juist in investeren om te voorkomen dat de verloedering en verkrimping van het dwarp ja, op de agenda komt. €60.000 moet uit het dwarp zelf komen door acties en de inzet van vrijwilligers.